de heer Geerles over de gebiedsontwikkeling en omdat het om het cultuurplein, de bibliotheek en het theater, omdat daar een sterke relatie mee zit, is het wethouder Theo ook. Zeg ik dat goed? Ik heb alle begrip voor de argumentatie van het college om te faceren. Ja, het is crisis. Maar moeten we dan wachten? En wat kost dit wachten? Ik zou graag een overzicht willen zien van die kosten. Wij adviseren een heel concept te ontwikkelen dat gefaseerd wordt gebouwd. Met ontwikkelaars die winstgevende woningen mogen bouwen, maar ook verantwoordelijkheid moeten nemen in het geheel. Wij pleiten voor kleinschalige ontwikkeling in het oostelijk gebied met de Pieper Theater. Wij vragen de Raad het college opdracht te geven om hier regie in te nemen en de financiële mogelijkheid te bieden om dit nader te onderzoeken. Er is meer mogelijk dan het college beseft en wij kunnen daar veel aan bijdragen. De problemen zoals die er nu voor liggen, daar lijkt het van te maken. Het is ook niet veel verder gekomen in de eerste fase zoals die nu getekend ligt als een aantal eensgezins grondverbonden woningen en een appartementencomplex. En we denken toch dat Houten meer verdient dan een aantal eengezinswoningen en appartementencomplex op zo'n... De onderbouwing van het raadsvoorstel, als je dat leest, die is sterk negatief geformuleerd. De randvoorwaarden zijn al aangepast. De huidige marktomstandigheden zijn heel slecht. Het lukt niet om de financiële doelstelling te halen en de condities die zijn heel slecht voor het. Moeten we de ambitie van een cultuurplein wel overeind houden? Moeten we niet, zoals op bladzijde 5 van het raadsvoorstel is geschreven... Er is natuurlijk meer verkeer, parkeerruimte zal er moeten komen. Die zien wij ook eigenlijk niet voldoende terug. Het derde punt, dat is beslispunt 4, het stimuleren van experimenten. Door wie worden die geïnitieerd? En wat draagt de gemeente daartoe bij? Plangebied, zeg maar fase 1, toch wel bijzondere aandacht vragen voor de verkeersafhandeling en verkeersstromen die je daar hebt. Het is een bijzonder plekje. We hebben het college De Heemlanden, om maar eens wat te noemen, met ik meen 1800 leerlingen, die zich daar ook verplaatsen. Graag in de plan of in de definitieve planvorming, zeg maar, daar toch wel aandacht voor. De Halmhuizen is ook een aantal keren genoemd. Deelten waarvan je verwacht dat die opbrengst opleveren, eerst te realiseren. Voor en dat je dus de risico's die in dit geval dus aan de oostkant liggen, dat je die niet zomaar neemt. Dat is het startpunt waarbij we gekozen hebben voor de fase. Ik vroeg ook van ja, is die opgave van die 1,5 miljoen nog een reëel kader? Sec als het gaat van. Kan die slinger solitair die 1,5 miljoen opbrengen? Niet. Maar waar het gaat over dat we wel willen dat die overeind blijft voor de totale grondexploitatie, dat we dus via die matjesconstructie willen we hem toch wel op tafel houden. We blijven gewoon op dezelfde manier in gesprek, maar we zullen ook zien dat als het concreter wordt, en dan zijn wij uiteindelijk wel verantwoordelijk voor het maken van de keuzes. En of het 3 lagen moeten worden of 4 lagen, daar gaat u als gemeenteraad over. Dat zullen we gaan bespreken bij het vaststellen van de proefverklaring, die we hopen voor de zomer af te hebben. Dat is weer belangrijk, omdat wij in 2013 willen starten. Geen exacte bedragen genoemd, die hebben we hier ook niet bij. Het is wel zo inderdaad dat de opbrengst die wij verwachten te kunnen maken op de regenboogcatalogatie, dat hangt weer af inderdaad van welke type verklaring we daar precies gaan toepassen. En dat is ook onderdeel van de afweging die gemaakt zal worden bij de proefverklaring die voor de zomer op de raad zal komen. Maar goed, wij denken grosso modo inderdaad de plankosten die gemaakt zijn, daar te kunnen terugverdienen. Het risico van helemaal niets doen is in mijn ogen dat het ook kan gebeuren dat het de hele ontwikkeling van het cultuurplein stilvalt. Dus zoals wethouder Geerles net al aangaf, is het denk ik wel wenselijk om proactief daarmee door te gaan. Dus die tweede fase wel degelijk nu ook alweer te gaan aanjagen, zodra dit van de raadstafel af is. Want helemaal niets doen betekent inderdaad stilstand. En stilstand betekent in dit geval voor de cultuur denk ik ook achteruitgang.